Deze beschouwing die gaat over Nikola Tesla en waar die man gelijk in had. Je hoort zoveel van Nikola Tesla, vooral in die hoeken zoals de platte aardemensen, die sleuren Nikola Tesla erbij voordat je pindakaas kan spellen. En ik dacht, nou, laat ik dan eens even vertellen aan de mensen hoe ik aankijk tegen Nikola Tesla. Hoe ik hem beschouw in deze beschouwing. Nou, wat mij is verteld, dat Nikola Tesla, dat was een Serf. Dus die kwam uit Servië. Voormalig Joegoslavië, dinges. En die maakte furoren in Amerika. Hij was een tijdgenoot van Edison, Thomas Edison. En hij hield zich bezig met elektriciteit. Dat deed Edison ook. Edison gaat door voor de uitvinder van de gloeilamp. Elektrisch licht. En Edison die geloofde in gelijkstroom. Zoals dat komt uit een batterij of een accu. En Nikola Tesla die was meer van de wisselstroom. Zoals dat komt uit, ik dacht toch een dynamo of zo. Hè? En in elk geval uit het stopcontact hier in Nederland en in Amerika. Daar komt wisselstroom uit. En een computer, zijn ingang, dat moet gelijkstroom zijn, by the way. Ja, tenzij een laptop dan. Hè? Dus heb je zo'n omvormertje tussen en die brengt 220 wisselstroom terug naar, is het 32 volt gelijkstroom of zo. Dus in de hedendaagse maatschappij heb je zowel gelijkstroom als wisselstroom. En dan de wisselstroom uit de stopcontacten en in je computer, in je laptop, is gelijkstroom. Maar kijk je naar het grote gebeuren, ja, dan is dat gelijkstroomprincipe alleen maar in kleine toepassingen. Zou je op dit moment in Nederland kijken naar alle elektronen die in de rondte fietsen met stroom? Ja, het merendeel dat gaat met wisselstroom. Van links naar rechts. Dus in die zin heeft Nikola Tesla gewonnen. Die had het beste idee voor het transport van elektriciteit. Dat is mooi. Maar dat is niet helemaal. Een chip die werkt op gelijkstroom. Punt. Neem zoiets als een transistor of zo. Dat is allemaal gelijkstroom gebeuren. Nou, wat heb je dan nog meer? Dan heb je Nikola Tesla is bezig geweest met, dat heet een Tesla coil. Dan heb je een stuk staal, ijzer, koolstof of zo. En daar doe je dan een draad omheen wikkelen. En ik dacht dat je daar gelijkstroom op, ja, gelijkstroom of wisselstroom doe je er dan op en dan creëer je een elektromagnetisch veld. Ja, dat klopt. En dat was het dan. Dat is, het is nu, er zitten 4 minuten in deze uitzending. En dat zijn de, ja, noem het maar de heldendaden van Nikola Tesla. Hij geloofde in wisselstroom. En hij kon een elektromagnetisch veld opwekken met zijn Tesla coil, Tesla kern of zo. Spoel, nee, een spoel. Een coil is een spoel, dacht ik. Je kan er zelf eentje maken. Dat was het. En dan vraag jij je natuurlijk af van ja, maar hoe zit het dan met die platte aarde? Ja, dat is een hele goede vraag. Punt 1, volgens mij is de aarde niet plat. En punt 2, dat die mensen van de platte aarde, die sleuren dan Nikola Tesla er weer eens bij.
En dan gaan ze lopen roepen dat Nikola Tesla, die heeft van alles uitgevonden. En dat is allemaal in beslag genomen. En daar mag dan niemand wat van weten. Dat is allemaal geheim. Oh ja. Ja, dat zal wel. Ja, mij zegt dat eventjes helemaal niks, hoor. Wat is er dan in beslag genomen? Ja, dan zeggen ze, dat weten we dus niet. Maar dat weten we wel, want... En dan gaan ze enorme dingen erbij halen. Wat ze dan als beredenering gebruiken van... Omdat het werk van Nikola Tesla in beslag is genomen... moet het heel interessant zijn geweest, want anders was het niet in beslag genomen. Ja, ja. Dus dan gaan ze fantaseren over wat er dan heel belangrijk is geweest, dusdanig belangrijk dat het in beslag genomen zou worden. En dan komen ze met zoiets als gratis energie. Free energy. Dus niet vrije energie, maar de gratis energie. Maar je hebt ongelimiteerd heb je energie. Ja, dat heeft Nikola Tesla. Ja, het moet wel zoiets zijn, want anders was het niet in beslag genomen geweest. Ja, ja. Dus je komt bij iemand thuis. En die zegt, ja, er ligt wat geld in de keukenla. Dan doe je de keukenla open. En dan zit er geen geld in. En dan denk jij, nou, dan moet er heel veel geld in die keukenla hebben gezeten. Want het is gestolen. En maar er is natuurlijk niet iemand die gaat 5 cent stelen. Nee, daar moet dus wel 5 miljoen euro in hebben gelegen in de keukenla. Want anders komt een dief daar zijn bed niet vooruit. En daarom denk ik dat Piet miljonair was. En het lag in zijn keukenla. Dat kan toch niet? Dat is een redenatie van niks. Ja. En die mensen die zijn zo, hè, die Nikola Tesla-gelovers, die dichten die man van alles toe. Die man moest eens weten, die zou zich omdraaien in zijn graf. Denk ik, hoor. En wat heeft die vent nou op zijn geweten? Ik weet het echt niet, man. Een Tesla-coil, dat is alles. En dat met dat wisselstroom, ja, dat was wel aardig. Dat had hij goed ingezien als het gaat om transport van elektra, dat het dan handig is dat je dat kan. Dat je met wisselstroom niet zoveel verlies hebt tijdens het transport. Dat zoiets was het. Ja, maar had hij goed gezien. Dus het was denk ik geen dombo. Maar voor de rest heeft die man niks achtergelaten. Dat kan ook heel goed de verklaring zijn waarom we behalve deze twee dingen niks hebben van Nikola Tesla. Want hij heeft gewoon niet meer geproduceerd. Ja, maar hoe kan het dan dat iedereen het erover heeft? Ja, dat weet ik ook niet. Gooi maar in mijn pet, man. Ergens moet daar een soort verlangen zitten van de mensen in dat ze een held nodig hebben. Van oh, en als de werken van Nikola Tesla geopenbaard worden, dan zijn we van het energieprobleem af. Want dan hebben we gratis energie, altijd, overal. Oh, en daarom is het ook verboden, want als energie gratis zou zijn, dan kunnen de elektriciteitsmaatschappijen er helemaal niks meer aan verdienen. En daarom hebben ze het verboden. Dat zeggen die mensen ook, hè? En nou eventjes, ja, ik wil geen spelbreker zijn. Ja. Maar gratis energie betekent dat je energie hebt zonder dat daar een oorzaak voor is. Uit het niets energie. Ja, dat gaat regelrecht in tegen de wet van oorzaak en gevolg. Als energie gratis is, dan is materie ook gratis. Dan is gelijk het wereldvoedselprobleem opgelost. Dan heb je dus ook gratis brood en ja. Gratis gebakken kippenlever.
Ja, dan is alles gratis. Ha 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 ha. Zouden die mensen dat dan zo graag willen? Dat alles gratis wordt? En dat ze daarom blijven geloven in die serf? Die Nikola Tesla? En waar je weinig over hoort, by the way, is dat Nikola Tesla overtuigd niet omging met vrouwen. Dat vind ik zelf, ik snap dat wel. Ik heb het dan wel gedaan. Maar man, dat is wel leuk hoor, omgang met vrouwen. Maar je moet er wel geld voor hebben. En een dikke huid. Je wordt uitgescholden, jongen. Zo. Nou, daar had Nikola Tesla geen last van. Die ging er gewoon niet mee om. Tegen vrouwen zei hij gedag als je boodschappen ging doen of zo. Dag, mevrouw van den Berg. Dag, meneer Tesla. Nou, dan liep hij wel lekker door. En Nikola Tesla staat er ook een bekend dat... dat hij heeft gezegd van als je met je blote voeten op gras gaat staan... dat dat niet plezierig staat. Hij zei zelfs zoiets van dat gras onttrekt energie, elektrische energie, aan jouw lichaam. Dus je kan beter maar met je blote voeten, als je met je blote voeten ergens op staat, op steen gaan staan. Ja. Nou, dat hebben ze dan niet in beslag genomen, die uitspraken. Maar dat vindt niemand weer interessant, hè. Nee, dus ik weer meer kan ik er eigenlijk niet over verzinnen over Nikola Tesla. Dus ik heb zo'n kennis, die komt uit voormalig Joegoslavië. Die is zelf ook Serviër. Nou, die gaat nog veel verder. Die zegt Nikola Tesla heeft een mobiele telefoon uitgevonden. Nou, en dan moet je daar niks van zeggen hoor. Want wow, ja, het is toch al een vrouw. Dus, moet je toch al mee oppassen. Maar het is en een vrouw en een serf. Wauwie. Dus daar zeg ik dan maar niks op. Maar ik geloof niet dat Nikola Tesla de mobiele telefoon heeft uitgevonden. Dat gaat me echt even te ver hoor. En terug dat je met een spoel een elektromagnetisch veld kan opwekken. Ja, dat is niet zo helemaal schokkend, of wel? Of wereldschokkend, dat is gewoon niet schokkend. En dat hebben we aan Nikola Tesla te danken? Nee. Hij heeft een bepaalde spoel gemaakt. Om even erbij pakken. Tesla coil. Die kan je kopen. Ik heb ook een kit. Dan kan je hem zelf bouwen, denk ik. Nou, kost je €23. Dan heb je een eigen Tesla coil. Even kijken hoor, Tesla coil instructions. En een video. En dan kun je eens doen met muziek of zo. Ja, dat is allemaal. Dat is allemaal vrij te koop hoor. Dus er is niks geheims aan. En het is, naar mijn mening, is het niets meer dan een spoel. Wat ik hier zie met die kit die ik kan kopen. Dus, Nou, er zit een luidsprekertje aan.
dat de muziek kan eruit komen. Nou, dan heb je hier wat condensatoren en inderdaad een hele grote spoel. Wat iets van, dat zijn de transistoren zitten erbij. Do-it-yourself mini music Tesla's coil kit field luidspreker. Lage power miniatuur. Tesla Magic Toy. Ja. Dat zal wel. Iedereen helemaal. Oh, Tesla. Tja. Voor mij kan je beter. Wachten tot Jezus terugkomt morgenochtend om 10 uur. En dat kan natuurlijk ook niet, hè? Want het tijdstip dat de Heer terugkomt, dat weten wij niet. Hij komt wel terug, dat kan ik je. Dat kan ik je vertellen. Maar als geloof. Ja, er staat hier, zijn Tesla spoelen gevaarlijk? Dat is een vraag. Ja, staat erbij, dat kan gevaarlijk zijn. En natuurlijk wel. Maar ik heb, was ik de vierde klas, lagere school, wat nu groep 6 is, hè? Had ik een radio, die had ik van mijn tante Til gekregen. En ik had een wc-rol. En om die wc-rol had ik elektradraad gerold. Dan nog een lamp van 60 watt. Dat mee verbonden. Dan een stekker en dan een stekker in een stopcontact. Nou, die lamp ging dus branden. En dan die wc-rol waar dat elektradraad omheen gewikkeld zat. Hield ik in de buurt van die radio. En dan ging het enorm. Ja, dat is die elektromagnetische straling. Dus, nou, dat kan gevaarlijk zijn. Geldt voor alle elektromagnetische straling. Ook je mobieltje moet je in principe niet in je onderbroek dragen als man. Ik zou dat niet doen. Dat lijkt me niet gezond voor je spermacellen. Een beetje mee oppassen. Ook niet de godganse tijd met een mobieltje aan je oor gaan zitten. Ik zelf kan het voelen, hoor. Niet alleen dat je een warm oor krijgt doordat de hele tijd zo'n ding er tegenaan zit, maar die straling, dat voel je toch. Ja, waarom niet? Dat is toch logisch? We hebben ze ook gemerkt bij hoogspanningsleidingen, dat mensen die daaronder wonen, ja, daar heb je meer gezondheidsklachten dan mensen die daar op enige meters afstand wonen. Elektromagnetische stralingen zijn link, maar. Kijk, hier, hoe maak je een Tesla coil? Stap 1. Het is gevaarlijk. Stap 2. Je moet de materialen verzamelen. Ja, dat lijkt me nog een virus. Nou, dan moet je die spoel gaan draaien. En dan moet je daar de condensatoren op aansluiten. En dan moet je alles verbinden. Ja, dat lijkt me ook nogal logisch. Hebben ze ook een installatie die heet HARP. High Aurora lalala. En dan kunnen ze heel gebundeld elektromagnetische straling mee de atmosfeer insturen en. Nou, ik denk wel dat het werkt. Ik denk wel dat die apparaten gemaakt zijn. Hebben ze iets te grote van een voetbalveld? Helemaal vol met van die spoelen. Ja. Ja, dan kan je dat bundelen, dan kan je dat sturen. Met verschillende frequenties werken. Nou, ik denk wel dat ze daar dingen mee creëren. Ja. Is dat Tesla-technologie? Jij zegt, dan zal het wel waar zijn.
Maar ik heb er verder niks van gelezen hoor. Dat het daarom zou gaan. Ja, dat wordt dan verondersteld, hè. Ja, dat is gokwerk. Hè? En trouwens, iedereen kan dit verzinnen. Zo'n elektromagnetisch veld, als je dat synchroniseert, is dat je meerdere van die veldopwekkers hebt die dan dat harmonieus gaan produceren, dan heb je eenzelfde effect als met een laser. Hè? Dan plant dat zich in een bepaalde richting voort. Of voor. Nee, voort. En dan kan je dat bundelen, dan kan je dat sturen. En... in zekere zin kan je daar energie mee overbrengen van punt A naar punt B, zonder dat je gebruik maakt van een leiding, van een koperen leiding. Maar je hebt wel een hoop verlies. Een koperen leiding is nog steeds de meest efficiënte manier om elektriciteit te verplaatsen van A naar B. Dus kortom, die mensen die zo Tesla-aanhanger zijn, die zou ik toch echt willen uitdagen om op een rijtje te zetten wat meneer Tesla dan volgens hun verzonnen heeft en waar dat uit blijkt, los van fantasie. En als het alleen maar fantasie is, zeg dat dan, want ik droom van Tesla of zo. Ik werd vanmorgen wakker met echt een hele mooie droom en dan wil ik jullie vertellen wat ik gedroomd heb. Ja, dus dromerlarij is het dan, ja? Hey, reuze bedankt voor het luisteren naar deze beschouwing over Nikola Tesla. En op zijn hamburgers, zag ik tjus en dag lieverds.